Welkom bij Zondag met Lubach. We zijn weer terug. Yeah. En in een nieuw decor. Dat is wel vet, toch? En we hebben bijvoorbeeld, daar is bijvoorbeeld nu een deur. Daar staat dus altijd een gekloonde versie van mij achter. Mocht mij iets overkomen hier, moet je kijken, kijk maar. Dat is heel handig. Ja, hey man. Gaat goed? Ja, is nog niet nodig. Dus gaat die goed? Oké, top. Nou, misschien hebben we het nodig. Je weet maar nooit. Superhandig. Verder. Even snel, voor de millennials die het nieuws echt alleen maar via ons programma volgen, een kort overzicht van alles wat er gaande is. Nou, wat hebben we? De Brexit komt er nu echt aan. Een paar nieuwe hoofdrolspelers. Dit zijn Boris Johnson en Donald Tusk. Die zijn boos op elkaar vanwege de Brexit. Misschien even uitleggen wie dat dan zijn. Donald Tusk is de baas van Europa. Niet te verwarren met Donald Trump. Dat is een Engels sprekende blonde gek. Weer niet te verwarren met Boris Johnson. Dat is een correct Engels sprekende blonde gek. Is misschien wat verwarrend, daarom heb ik een ezelsbruggetje. De olifant. Hè? Donald Tusk. Tusk is Engels voor slagtand. En Trump komt van trompet, het geluid dat een olifant maakt met zijn slurf. Nou. En het stukje tussen de anus en de staart van de olifant noem je de Boris Johnson. Dat is ook heel goed. Zo kun je ze een beetje uit elkaar halen. Nou, die Donald Tusk dus, die was boos op Boris Johnson omdat hij ruzie had gemaakt met Angela Merkel. En de Merkel, dat is bij de olifant het stukje tussen de huig en de Boris Johnson. De ruzie die gaat erom dat Johnson zijn land wel uit de EU wil hebben, maar geen oplossing heeft voor Noord-Ierland. Dat is het stukje tussen je Dublin en je Boris Johnson. De belangrijkste adviseur van Boris Johnson is trouwens deze man, Dominic Cummings. En ik zit nu te kijken. Je moet hem niet verwarren met Rudy Giuliani, want dat is de advocaat die een grote rol speelt in de bizarre Oekraïense kwestie van Donald Trump. Niet te verwarren met de bizarre Sloveense kwestie van Donald Trump. Die Dominic Cummings dus. Ook niet te verwarren met Elijah Cummings. Dat is een democraat die Trump wil impeachen. Elijah Cummings moet je overigens weer niet verwarren met Elijah Wood, want die speelde Frodo in Lord of the Rings. Oh ja, en daar wil ik eigenlijk naartoe, want je hebt ook nog, weet je wel, die heb je nog van My Precious. Nou, en die wordt nog wel eens verward met de Turkse president Erdogan. Die woensdag Syrië is binnengevallen. Die in Syrië binnengevallen nadat Donald Trump daar was weggegaan. Nou, die Turken die vechten nu tegen de Koerden. De Koerden moet je natuurlijk niet verwarren met Koert Westerman. Dat zou niet eerlijk zijn. Een heel Turks leger tegen één presentator van Fox. Fox Sports, wel te verstaan, niet Fox News, de favoriete zender van Donald Trump. En nu is Europa, van Donald Tusk, weet je wel, boos op Trump. Terwijl Trump zegt, ja, maar Europa stuurt zelf geen troepen naar Syrië. Dus wat zei ik je nou? En dat is best een goed punt van Trump. En dat is pas echt verwarrend. Een goed punt van Trump. Dus, laten we daar even naar kijken, want de Turkse inval in Syrië is inmiddels in volle gang. And we do begin with breaking news. Turkey has launched a military offensive against the Kurds in northeastern Syria just days after President Trump said he was pulling U.S. troops out of the region. Overwhelming wave of civilians trying desperately to get out of this town, fearful for their lives. Trump heeft Erdogan dus vrij baan gegeven door opeens zijn troepen daar weg te halen. Maandag legde hij dat uit, gewoon netjes zoals dat hoort, op Twitter. Turkije en Europa, zoek het maar lekker uit met de gevangen IS-strijders in jullie neighborhood. Doei! En niet iedereen had dat aanzien komen. Deze tweets waren een verrassing voor Nederland en ook voor alle andere Europese landen. Ja, en dit bevestigt iets wat ik al heel lang vermoed, maar nooit echt hard heb kunnen maken. Donald Trump laat zijn tweets niet van tevoren goedkeuren door Stef Blok. Dat dacht ik altijd al. Maar goed, heel Europa schrok zich rot dat Amerika opeens vertrok uit Noord-Syrië. Want nu staan de Syrische Koerden er alleen voor. En dan valt Turkije ze natuurlijk aan, want dat zijn aartsvijanden. De dag dat mijn grote broer van school ging, werd ik ook ineens elke dag kopje ondergeduwd in het urinoir. Dat is van, ja, ik ben van mezelf ook niet blond. Maar goed. Anyway, die Koerden, dat zijn belangrijke bondgenoten in de strijd tegen IS. Ze hebben praktisch de hele grondoorlog gevoerd en duizenden mensen verloren, zodat wij schone handen konden houden. En nu bewaken ze de krijgsgevangenen. In het Koerdische Noord-Syrië zitten gevangenissen vol met voormalige IS'ers. Europa en Nederland wil zijn handen niet aan hen branden en leunt volledig op de Amerikanen en de Koerden. Ja, het Koerdische leger bewaakt 11.000 gevangen IS-strijders, van wie er 2.000 niet uit IS-gebied komen, maar bijvoorbeeld uit Nederland. En Nederland vindt dat wel prima dat ze daar lekker zitten. Op dit moment is het zo dat wij als Nederland geen mensen terughalen die zich in het strijdgebied bevinden. Ja, wij willen ze niet terug hebben, natuurlijk niet. En als die gasten hier terugkomen, dan gaan ze allemaal mensen onthoofden. En dat zou verschrikkelijk zijn, want dat speelt Wilders alleen maar in de kaart. Het bewaken van de IS'ers lieten we dus over aan de Koerden, ondersteund door de Amerikanen.
Alleen heeft Trump al bijna een jaar geleden het volgende gezegd. En schrik niet, het was Casual Friday. There will be a strong, deliberate and orderly withdrawal of US forces from Syria. Very deliberate, very orderly. Ja, dus bijna een jaar geleden heeft hij al gezegd, wij gaan daar weg. En natuurlijk, het blijft debiel om zo plotseling te vertrekken. Maar in juni heeft Piet Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, gevraagd of hij misschien zelf wat soldaten wilde sturen. En dat vroeg hij gewoon, zoals dat hoort, via een ingezonden brief. We zijn optimistisch dat de Nederlanders na hun kritiek zullen bijdragen aan wat volgens hen nodig is in Syrië. Dat zegt de ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland vandaag in de Volkskrant. Ja, Hoekstra rekende erop dat Nederland zou helpen. En dat geeft maar weer aan hoe slecht hij Nederland kent, want wij peinzen daar niet over. Er is ook geen mandaat voor een dergelijke inzet. We zijn nog bezig om onze missie uit Mali zo ongeveer terug te trekken. Trump kan wel twitteren, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Hoekstra, kan wel van alles in een krant roepen. Nederland laat zich niet intimideren, is de boodschap vandaag. Bam! Wij laten ons niet intimideren om in ons eigen belang te zorgen dat onze eigen terroristen daar niet ontsnappen. We zijn slimme Henkie niet. En Nederland wil dus niks doen zonder volkenrechtelijk mandaat. Dat betekent dat wij volgens internationaal recht Syrië helemaal niet zomaar in mogen. Het is een beetje alsof Amerika een brandend huis bij ons in de straat staat te blussen. En dan zegt, hey, waarom sta ik dit eigenlijk te doen? Ik woon hier helemaal niet. Hier, pak die spuit even. En dan zegt Nederland, nou, ten eerste kun je dat ook gewoon normaal vragen. En ten tweede sta je in iemands tuin. Dat doen wij niet. Ja, ik sta in de tuin van jouw gevaarlijke buurman die zijn eigen huis in de fik heeft gezet. Pak die spuit nou, want ik ga weg. Ja, nee, sorry. Wij zijn net terug uit Mali. Dus oké, nou, doei. En dan roept Nederland, als je maar nou die gek, die loopt gewoon weg. Kom terug. Klootzak, straks slaat het over. En die brand die gaat ook overslaan, want hier in de Volkskrant van gisteren, in de IS-kampen pakken Nederlandse Syriëgangers hun koffers om terug te keren Europa in. En dan denk je, waarom grijpt niemand in? Kan de NAVO niet iets doen? Nou nee, want er is iets niet helemaal goed gegaan, want Turkije zit in de NAVO. En dan denk je, gooi ze eruit, maar dat is ook lastig, want dat kan niet. Al heeft minister Sigrid Kaag stiekem wel een plan. En schrik niet, het was Casual Thursday. Bovendien is het schorsing van lid onder NAVO-statuten in het huidige context niet mogelijk, technisch gezien. Je vraagt dan om een nieuwe NAVO. Slim, een nieuwe NAVO! En dan niks tegen de Turken zeggen. Dat ze denken, wat is het ineens rustig op de vergadering. Maar wij zitten dan allemaal verderop bij de FAVO. De Frisse Atlantische Verdragsorganisatie. Of nee, bij de VEBO. Een fijne, Erdoganloze, beschaafde organisatie. Nou, daar wordt ongetwijfeld aan gewerkt. Maar voorlopig is onze eigen minister van Defensie, Ank Bijleveld, nog steeds boos aan het doen tegen Trump. En pas op, want het was incognito Saturday. Ik ben daar, als je nog niet bent van de bond, gewoon wel een beetje in teleurgesteld. Ja, en het enige wat het kabinet tegen Erdogan doet, is sancties niet uitsluiten. En de Europese Unie, hetzelfde verhaal. Sancties niet uitsluiten. Laten we even kijken of dat veel indruk maakt op Erdogan. Ik spreek zelf geen Turks, maar ik let dan altijd op de lichaamstaal en de toon of iemand al een beetje bang is. Hé, hey, oude familie. Oké, we zijn fucked. Hallo aardbewoners, hier Arjen Lubach vanaf de planeet Mozark. Vrolijk Murilan iedereen. Ik hoef geen cadeautjes, maar abonneer je wel even op ons kanaal. Dat is wel zo netjes. Ja toch? Klik ergens.